Hallo mijn Joost hier en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van iMine. En in de vorige aflevering had ik jullie gevraagd om een comment achter te laten over welke kleur hout jullie mooier vonden voor mijn huis. En dat hebben jullie ook zeker gedaan. Een heleboel van jullie hebben gekozen voor dark oak wood. Volgens mij heb ik niet eens één gezien voor normale hout. Dus dan is de keuze snel gemaakt, hè. Dan gaan wij gewoon voor dark... Oh nee, creeper. Oké, alles onderbreken. Creepers mogen we niet. Die zet ik eerst even neer. Zo. Oké. Maar het wordt dus dark oak wood en daar gaan wij een huis mee bouwen. En ik vind het een goede keuze, moet ik zeggen. Ik ben er helemaal tevreden mee. Het zit goed. Oké. Dan had ik nog wat. Even denken. Oh ja, ik weet het weer. Iemand een goede tip gegeven over het gras. Namelijk, ik heb Silk Touch op mijn Diamond Axe. Dus ik kan gewoon eventjes wat gras hier zo weghalen. Dat zou moeten werken. Kijk eens aan. Dit is wel heel scare met mijn axe, maar... Jongeman. Noep. Oh nee, auw. Ik heb mezelf in de fik gezet. Hou op. Zo. Maar ik kan dus hier gewoon even wat gras weghalen. En als ik dat dan plaats in, op mijn eiland, dan gaat de verspreiding sneller, zei iemand. En ook als ik er wat toortjes bij doe. En dat was weer iemand anders. Dus allemaal goede tips in de comments. Allemaal goede tips. Dus blijf komen met die tips, mocht je ze ook hebben. Dan gaan wij eventjes dat gras plaatsen. Want sneller gras groeien vind ik een strak plan, want dat duurde best wel pittig lang. Zo. Mocht je trouwens denken, Joost, waarom heb je ineens zoveel arrows? Waarom heb je een goede boog met flame 1, power 3? Waarom heb je, wat nog meer ook weer? Dat was eigenlijk wel wat je kon zien. Waarom heb je dat allemaal? Nou, heel simpel. Mocht jij de livestream niet hebben gezien, dan komt het waarschijnlijk daardoor dat je het niet weet. Want in de livestream heb ik al die shit gemaakt, gekregen. Eigenlijk gewoon gemaakt. En in de livestream hebben Tom en ik hebben ook een XP farm gemaakt met een skeleton spanner. Dat is best wel awesome. En daardoor heb ik nu ook heel veel arrows. Wacht, ik doe nog even een paar erbij. Maar ik moet nog even minimaal... vier dirt. Ja, ik moet nog eventjes hakken. 4 gras. Maar ja, dat hebben we dus gemaakt. En dat is best wel awesome. Want daardoor heb ik nu dus veel XP. Arrows. Veel bows. Alles erop en eraan. En dat is wel cool. Want vooral arrows had ik echt nodig. En ik had altijd een mooie boog, maar ik had geen arrows. Dus daar heb je helemaal niks aan dan. Zo. Oké. Yes. Dan denk ik dat wij maar gewoon gaan bouwen. Waarom niet? Jullie hebben een hele chille suggestie gegeven voor de dark. Nou, suggestie. Jullie hebben je mening duidelijk laten horen voor de dark ook goed. Dus wat weerhoudt mij nu nog om te gaan bouwen? Helemaal niks. Alleen mijn voorraad aan dark ook goed. Die is niet aanwezig. Dus dat moeten we even gaan doen. Maar voor de rest niks. Dus dan gaan we even wat hout verzamelen. En ik wil jullie trouwens allemaal ook even bedanken voor alle comments die jullie achter hebben gelaten op de vorige video. Was heel erg chill. Veel reacties, altijd leuk om te lezen. En ook voor alle likes op de vorige video. Mocht je denken van, hey, deze video vind ik nou ook leuk. Dan mag je altijd even een like achterlaten. Altijd fijn. Altijd prettig. Zo. En nu moet ik even selectief bomen gaan hakken. Want ik wil niet natuurlijk mijn hele bos ontbossen. Maar ik wil wel wat bomen. Want ik heb toch echt dark ook nodig. Dit is dark ook toch? Ja. Dus helaas moet ik een stuk van mijn bos gaan slopen. Ja, of ik kan op zoek gaan naar een ander bos, weet je wel. En daar dan weghalen, maar... Ik weet niet. Dat vind ik ook weer zo wat. Vind ik ook weer zo zonde. Nou, zonde eigenlijk niet, maar dan moet ik eens een pleuris aan het lopen. Oh, en ik moet ook echt wat aan doen dat ik niet elke keer de weg kwijt ook heb teruggevonden. Want nog steeds, elke keer als ik uit mijn portal kom, raak ik de weg kwijt. Oh, dat gaat wel snel nu. Deze mensen zijn echt compleet gelijk. Meer torches erbij. Ik doe gewoon een heleboel. Nou, torch klitsje nog wel een beetje. Zo, meer erbij. Oh, kijk het groeien. We zien gras groeien, letterlijk. Mooi dit. 44 dark oak wood. Even denken. Ik wil sowieso dat de ingang naar deze kant zit. Dat zeker. En... Ja, maar dan moet ik even denken. Wat voor ingang wil ik hebben? Hoe breed zit het? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar ik was helemaal aan het denken, waarom ren ik zo hard in het water? Maar ik heb natuurlijk mijn coole Depth Strider boots. Dus ik kan heel erg hard rennen in water. Dat vind ik echt een awesome enchantment. Want ik ben alweer de tel kwijt wat ik zei. Was het 6? Het was 6. Dus dan kunnen wij... Wil ik 2 deuren of 1 deur? Want 2 deuren, dat kunnen we ook doen. Ja, ik denk dat ik 2 deuren doe. Ik denk dat dat mooier is. Dus wat als ik hier begin met bouwen? Is het dan niet... Dus dan heb je hier 2 deuren, loop je hier naar binnen. Maar dan kan ik natuurlijk ook dit doen. Dat je een soort van entryway hebt. Maar dan heb ik niet heel veel ruimte hier achter me over. Nee, ik denk beter dat ik dat niet kan doen.
Daar heb ik niet zoveel ruimte meer over. Dan kan ik beter, denk ik, hier die plaatsen daar gewoon gaan bouwen. Eens even een soort van vorm maken, hoor. Hier twee deuren. Of ik doe geen twee deuren en ik maak gewoon, weet je wel, oldschool. Breed. Even kijken tot waar die torch staat. Zoiets. Ja, dat is wel cool. Dan kan ik hiervoor een beetje een tuin maken. Zo. Dan plaats ik gewoon een deur hier of zo. En doe ik gewoon een raam. Ja, dat gaat het worden. Dat gaat het zeker worden. Ik wil eigenlijk achterlangs kunnen lopen. Maar we kunnen altijd het eiland nog even uitbreiden natuurlijk. Kijk, dit is geen groot huis. Maar het is wel knusser. En dat spreekt mij zeer aan. Heb ik nog dirt? Ik heb nog dirt. Dan moeten we even het eiland toch nog een beetje groter maken. Dat is wel mooier. En zoiets. Ja, dit is beter denk ik. En dan kan ik hem zelf nog eentje achterplaatsen. Dan heb ik nog iets meer ruimte binnenshuis. Om het zo te noemen. En dan ben ik toch redelijk tevreden. Oh nee, zombie. Wordt het weer nacht? Dan kan ik beter eerst even torches maken. En even de heleboel verlichten. Zodat we niet... Kijk, oh nee, het is nog... Nou, het wordt er wel nacht. Wacht, dat gaan we even doen. Anders is het straks weer echt één totale invasie. En dat vind ik echt niet leuk. Ik was echt één keer vorige aflevering voor het opnemen. Was ik zo lang bezig met zombies en alles op en eraan slaan. Hè. Het was echt verschrikkelijk. Daar heb ik niet van genoten. Dus ik ga gewoon even alles oplichten hier zo. Ik ben één oplichter. Leuk hoor. Zo. Oké, deze man. Ik ben niet meer bang voor jouw skeleton. Ik heb ook arrows. Ik ben Robin Hood. Ik schiet alles neer. En ik ben heel rijk. Nee, trouwens, Robin Hood was niet echt rijk. Hij gaf al zijn geld juist weg. Maar dat, zo ben ik niet, want ik heb heel veel diamond. Nou, ik heb wel de diamond weggegeven. Ik heb in een livestream heb ik heel diamond armor aan June gegeven, volgens mij. Of heel diamond armor? Ik weet niet meer. Volgens mij wel. Ik had in ieder geval diamond gegeven, dat is wat ik weet. Dus ik ben enigszins Robin Hood. Robin Joost Hood. Precies. Nou, even gewoon een heleboel torches dumpen, hoor. Ik dacht even dat ik die sprong niet ging halen, omdat ik geen hunger meer had. En sprint jump. Zo. Volgens mij... Oh, die kan eigenlijk wel weg. Hier nog één. En hier nog eentje. Hier door. Het lijkt straks wel gewoon een stad, joh, hier. Zoveel licht is er. Non de ju. Nog wat erbij. Ik wil echt gewoon dat er niks meer spant. Of in ieder geval bar weinig, zodat het me niet opblaast als ik bezig ben. Oeh, hier zit trouwens dat ravijn. Ik weet niet of het al in was geweest. Als je het wel weet, laat even weten in de comments, want ik heb geen idee. Oh nee, deze man! Oh nee, Spider-Man, hou je in! Oh. Hij dacht echt heel even, ik gooi Joost gewoon naar beneden. Absoluut niet. Gaat niet gebeuren. Ik schrok me even de pleuris. Het was... Oh, wauw. Dat was echt even eng. Daar even, daar ga ik. Feest. Volgens mij... Ah, hier nog een beetje. Hier heb ik nog niet de boel opgelicht. En daar. Ik vind het mooi. Helemaal klaar. Helemaal prima. Zo. Ja, ik ben wel zo tevreden met deze vorm. Alleen moet ik dan nog even denken... Oké, hier komen dan dus... Die parelen zo. Hoe hoog wil ik de boel? Is 3 hoog genoeg? Nee, want dan zit je, als je dan een plafond maakt, zit je met je hoofd tegen het plafond aan. Dat is best wel lelijk. Dus we maken er 4 van. 2, 4. En... Hier ook even 4 van maken. 1, 2, 3. Jai. 2, 3, 4. En 2, 3, 4. Volgens mij heb ik echt net op tijd... Oh, daar moet ik even een lampje hangen. Want hier is het wel donker. Hoor. Ja, het ziet er goed uit. Ik zie overal torches hangen. Dit moet lukken. Het moet in ieder geval echt een stuk minder zijn. Ik ben ook wel blij met de vorm van... Nou, misschien trouwens, hè. Misschien kan ik mijn eiland hier nog een klein beetje een uitbreiding geven. En dan kan ik hem iets breder maken. Wacht, ik verzamel even wat dirt. Ik ga dat doen. Klein beetje het huis vergroten. Ik wil niet namelijk echt een minuscuul huis. Dus je denkt van, wat voor dwerg woont hier? Nee, ik ben geen dwerg. Zeker niet. Zeker niet. Zo ben ik niet. Niks tegen dwergen. Dwergen van... wat is het toch? Is er zo'n sprookje met dwergen? Of waar dat kabouters bent kwijt? Nee, dat is, nee, Sneeuwwitje en de 7 dwergen. Dat is wel een sprookje.
Ik zat even te denken, was het nou Sneeuwwitje en de Zeven Kabouters of Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen? Maar toen ik het hoorde dat ik Sneeuwwitje en de Zeven Kabouters, dat klinkt voor geen meter. Wat dacht je, Joost? Zou wel mooi zijn als iemand een parody zou maken, Sneeuwwitje en de Zeven Kabouters. Ik weet niet wat het verhaal dan zou zijn, maar dat maakt niet uit. Even kijken. Let's make it a bit bigger. En dan zei ik dat ik het een redelijk klein eiland wilde houden. En dan maak ik het alsnog een pittig groot eiland. Nou, deze is lelijk. Zoiets. Is hij wel heel vierkant. Zo dan. Ja, dat is prima. Dan kan deze paal kan nog één naar rechts sowieso. Ho. Wel gelijk met die. Daar zo. En dan. Daar zo. Kan je alleen niet omheen lopen. Dat is het enige nadeel. Kan ik hem nog iets vergroten? Heb ik nog dirt? Ik heb nog 2 dirt. De missie met de 2 dirt. Shit, dat is te weinig. Kan dit doen? Oh, ik heb 3 dirt. Dat is nog te weinig. Shit, meer dirt. Oh, er spannen geen monsters, wat ik geniet. Puur aan het... Oké, daar is er één. Maar jij sterft aan mijn arrows. Dag. Ik ben zo aan het genieten. Ik word niet echt beschoten om de 2 seconden, terwijl ik even drastische bouwmaatregelen aan het nemen ben. Hop. Zo. En... Ja, ik ben tevreden. Dit moet wel kunnen zo. Laten we even deze palen weer opbouwen. En dan gaan we verder. En 2, 3, 4. Zo. Maar nu komt dus de andere grote vraag, hè. Wat gaan wij als materiaal gebruiken waarmee we opvullen? Ik weet het niet. Ik zat te denken, ik kan een normaal hout doen. Dan heb je echt een beetje zo'n blokhut idee. Ik kan hardsteend klei gebruiken. Een kleur hardsteend klei. Ik weet nog niet wat. Dat is eigenlijk een beetje even stone. Maar cobblestone kan ook, maar dat is niet heel mooi, denk ik. Wacht, ik zal even pakken. Dan kan ik, dat is een van de weinige blokken die ik ook echt... Oké, de spannende skeletons. Kan ik niet waarderen. Sterf. Ik heb cobblestone, dus dat kan ik even testen. Maar ik denk niet dat dat heel mooi is. Let's have a lookie. Nee, dat is niet mooi. Dat is gewoon zo standaard, zo lelijk. Nee, doe maar niet. Doe dat maar not. Maar daar zit ik dus over na te denken. Op zich, hardsteen klei heb ik nog nooit gebruikt. Dus het zou wel leuk zijn om dat te doen. Maar dan weet ik niet welke kleur. Maar waarom zou ik dat zelf beslissen? Als ik dat natuurlijk ook weer gewoon aan jullie over kan laten. Dan zijn jullie ook echt een beetje involved bij het proces. Dus laat maar even achter in de comments, als je wil. Welke kleur hardsteen klei lijkt jou nou mooi om als basis te gebruiken voor mijn huis? Dus echt als, weet je wel, dan bouw je hier zo, hier die shit en dan bouw je daar een raam op. Dus echt, dat is dan dit cobblestone, de hardsteen klei. Bijvoorbeeld rood, groen, bruin, zwart, ik noem maar wat. Een van die kleuren. Oh, ik gooi bijna mijn glas met drinken over me. Oké, dit gaat goed. Ik heb zo'n gevoel dat de wereld wil dat ik een einde brouw aan deze aflevering. En ik ook. Want volgens mij ben ik al best wel een tijdje bezig. We hebben redelijk veel productieve shit gedaan vandaag. We hebben een torch opgehangen. We hebben het begin van het huis gebouwd. We kunnen weer volgende aflevering direct weer verder met het huis. Ik vind het helemaal mooi. Mocht jij het ook mooi vinden, laat dan even een like achter. Is altijd leuk. Mocht je trouwens het skeleton farm ding willen zien. Ik zal er vast nog in een van de aankomende afleveringen wel ooit een keer naartoe gaan. Maar mocht je hem alvast willen zien, check dan even de livestream die ik gisteren heb gedaan. Op het moment van uploaden. Met Tom. Dan kun je hem bekijken. Dus iMine livestream nummer 2, mocht je hem later bekijken. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.